Vandaag zijn we bij Firijn Expertise op de Bulk en we praten met praktijkhouder Marianne Willems. Dag Marianne, wat doen jullie hier nou eigenlijk? Ja, oh, dat is een brede vraag meteen. Ik ben orthopedagoog-generalist en hier werken nog meer orthopedagogen, psychologen. En wat wij proberen is kinderen helpen en hun ouders helpen, leerkrachten helpen. Eigenlijk om te zorgen dat die ontwikkeling van die kinderen goed doorloopt, dat ze lekker in de vel zitten. Dat is wat we daarmee willen bereiken. Moet je eerst even uitleggen, denk ik, wat nou precies een orthopedagoog is. Ja. En dan nog specifieker een orthopedagoog-generalist. Ja, lekker dure term, ja. Die er ook eens bij komt. Ja. Wat een orthopedagoog eigenlijk doet, wat ik net vertelde, proberen kinderen en hun ouders en de leerkrachten, dus eigenlijk de omgeving van het kind, zo goed mogelijk ondersteunen. En dat kan zijn als kinderen niet lekker in hun vel zitten, als er gedragsproblemen zijn, als het met leren, eigenlijk alles wat er aan de hand kan zijn, probeer je bij te ondersteunen. En als orthopedagoog-generalist heb ik daar nog een opleiding achteraan gedaan. En dat betekent dat je net iets meer expertise hebt, net iets meer die verantwoordelijkheid ook mag pakken. En voor mij was het vooral voelde het als een cadeautje om die extra opleiding te mogen doen, om gewoon nog meer expertise en vaardigheden te krijgen. Ja. En wat voor soort kinderen komen hier dan? Want ja. Wat voor soort hulp krijgen ze dan? Ja, we hebben eigenlijk kunnen alle kinderen komen op het moment dat er zorg is. En dat kan zijn omdat ouders zorg hebben, kan zijn omdat de leerkracht zorg heeft. En we hebben vooral kinderen eigenlijk van basisschoolleeftijd, middelbare schoolleeftijd, dus tot 18. En wat voor zorg moet dan denken? Toch niet lichamelijk iets markeren, maar het gaat voornamelijk om het... Om de psyche, om het geestelijke, denk ik, hè? Ja, klopt helemaal. Dus wat ik al zeg, als kinderen faalangstig zijn, of er is iets in het gedrag waar zorgen over zijn, of in het leren. Dus inderdaad geen fysieke problematiek. En hoe komen jullie aan de kinderen? Hoe is de doorverwijzing, zou ik maar zeggen? Ja, we hebben twee takken, noem ik het maar even. We hebben de basis GGZ en dan komen kinderen... Eigenlijk op het moment dat ouders zorg hebben, vaak ook wel in overleg met school, gaan ze ofwel naar de huisarts of naar het sociaal wijkteam. En dat heet in elke regio anders, maar dat is een club professionals vanuit de gemeente die meedenken met ouders van wat is nodig. Nou, op het moment dat zij denken dat basis GGZ nodig is, en basis GGZ wil dus zeggen van nee, er zijn toch wel wat meer zorgen dan alleen maar de kleine zorgen die ouders hebben, dan kunnen ze naar ons verwijzen voor diagnostiek of voor behandeling. Een diagnostiek wil zeggen dat we mee uit gaan zoeken van hey, wat is hier nou eigenlijk aan de hand en wat heeft dit kind nodig. Dat wordt gedaan door gesprekken met de ouders, met de school en natuurlijk met het kind zelf. Soms kan het ook zijn dat we wat testen af willen nemen om te kijken van hey, hoe werkt het nou eigenlijk bij dit kind. Of ook om op een andere manier in gesprek te komen, dat je met wat vragenlijstjes of tekeningen of wat spel toch kijkt van hey, wat gebeurt er nou in die kleine koppies. En dan proberen we daar soms zeg ik het naar kinderen, leg ik het wel eens uit van een soort van gebruiksaanwijzing mee te maken. Van hey, hoe kan jij nou het beste geholpen worden? En wat kunnen dan je ouders doen? Wat kan de juf op school doen? Wat kan je ook zelf doen? Dus we proberen het kind daar ook heel erg bij te betrekken. Ja. En de behandeling wil dus zeggen dat je echt met een kind ook aan de slag gaat. En ook met ouders en school. Dus bijvoorbeeld dus eigenlijk een soort van therapie wat je dan gaat inzetten. En hebben we daarnaast nog de tak meer vanuit het onderwijs. Dus op het moment dat leerkrachten zorg hebben, dan hebben ze eigenlijk altijd iemand binnen de school, de intern begeleider, waar ze eerst naartoe gaan. En als de intern begeleider zegt van goh, het is toch fijn als er even iemand mee komt denken of mee komt kijken, dan schakelen ze ons ook in. En dan kan het zijn dat we aansluiten bij een gesprek met ouders en school. En dan noem ik het vaak een soort van denktank. Dus ik ken dan het kind bijvoorbeeld nog niet, maar ga vooral veel vragen stellen om te kijken van hey, als we nu eens vanuit een ander denkspoor gaan kijken. Tips voor de leerkracht van wat je in de klas nog kunnen doen. Het kan zijn dat we een observatie in de klas gaan doen om te kijken van hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat gebeurt er met het kind? Hoe stuurt de leerkracht het kind aan? Zitten daar nog kansen? Of we gaan een stukje diagnostiek op de school doen. Dat kan ook. Oh, ja, jullie doen eigenlijk heel erg veel. Hè? Want diagnostiek denk ik is toch heel anders dan dat je iemand echt gaat helpen, zeg maar. Of mee aan de slag gaat. Wat kun je bijvoorbeeld hier doen? Zijn het dan alleen gesprekken met kinderen of
zijn de ouders daarbij? Of hoe moet ik dat zien? Ja, nou, het loopt, ik snap dat je zegt van het zijn twee verschillende dingen. En toch loopt het ook wel heel erg in elkaar. Want op het moment dat je met diagnostiek bezig bent, dan ben je dus met een kind in gesprek. Je bent ondertussen wat opdrachtjes aan het doen. Je ziet dan al heel veel gebeuren. Nou, hier staat een glazen tafel, dus als je kinderen hebt die lekker wiebelig zijn, dan kunnen we het mooie ook meteen zien. Oh, is daar ook speciaal de tafel? Nou, ik vond het ook gewoon een leuke tafel, ja. Maar het bijkomend effect. Ja. Dus je kijkt eigenlijk al, je gaat wel met het kind in gesprek. En soms zie je dat dus echt kinderen daarna al, dat er toch ergens iets gebeurt, waardoor ze alweer een stapje verder komen. En die diagnostiek zorgt ervoor dat ouders en scholen ook beter weten van, hey, hoe werkt het nou eigenlijk voor dit kind? Waardoor ze zelf alweer verder kunnen. Dus dan, dan ben je eigenlijk ook al een beetje aan het behandelen. Ja. En tijdens behandeling, ja, dan een soort van therapie klinkt meteen heel zwaar. Ja. Alsof je alleen maar aan het praten bent met de kinderen. Maar dat doen we vooral spelenderwijs. Ik vind dat soms kinderen heel erg snel een stempel krijgen. Ja. Is het dan zo dat jullie zeggen van baf, jij hebt autisme, baf, ja, jij hebt ADHD? Of, nee, of zeker niet als uitgangspunt. Uitgangspunt is eigenlijk, wij noemen het altijd zo, we gaan niet kijken wat heeft een kind, maar wat heeft het kind nodig. Soms kan zo'n etiketje, noem ik het even heel oneerbiedig, maar soms kan het ook helpend zijn. Want op het moment dat een kind bijvoorbeeld forse concentratieproblemen heeft, dan weet je inderdaad ook van ja, wat kunnen we doen? Of op de middelbare school krijgen ze bijvoorbeeld soms dan extra tijd voor toetsen. Maar dan is het dus weer iets wat nodig is. Maar als je zegt van je hebt ADHD, ja, dan verandert het kind niet mee. Dus je moet vooral gaan kijken wat heeft het kind nodig en wat kan de omgeving ook doen om het kind daar beter in te ondersteunen. Ja. Nou zitten jullie hier op een bedrijventerrein. Dat is eigenlijk best een beetje gek. Gekke plek, hè? Ja, gekke plek. om dan zo te zeggen. Hoe is dat dan zo gekomen? Ja, nou, wij zijn 3 jaar geleden begonnen met z'n tweeën. En wij werkten eerst eigenlijk allebei vanuit huis. Dus we zijn samen praktijkeigenaar. We hebben meteen 1 collega mee in dienst genomen. En we werkten nog heel veel vanuit huis. Dus we hadden allebei een ruimte aan huis waar we konden werken. Waar we ook mensen konden ontvangen. En we zijn dus heel veel op scholen, dus we zijn lekker veel op pad, rijden overal naartoe. Ja. We zijn inmiddels met 6 collega's, dus we hebben nu 4 mensen in dienst en nog een stagiaire. En dan wordt het toch wel lekker druk thuis. Ja. Dus toen hadden we zoiets van, ja, we moeten toch wel echt een andere ruimte gaan zoeken. En toen zijn we via hier terechtgekomen. En het is buiten, moet je wel even zoeken. En mensen denken wel, huh, waar zijn we nou toch terechtgekomen? Mm-hmm. Maar als ze eenmaal binnen zijn, dan zeggen ze eigenlijk ook allemaal van, oh, het ziet er hartstikke gezellig uit. En de kinderen zijn eigenlijk over het algemeen meteen op hun gemak. En de ouders ook. Is ook niet onbelangrijk. Ja, ja. En het is natuurlijk heel fijn. We zitten heel dicht aan de snelweg. Nou, ik vond het echt heel interessant. Weer. Hè, overal waar we komen is het volgens mij interessant. Ja, leuk. Ja, er zit hier van alles. Het is heel interessant. Ja. Hartelijk bedankt. Graag gedaan. En veel succes in het prachtig mooie pand. Ja, dankjewel. We zijn er ook heel blij mee. Leuk, dankjewel.